Hey en welkom bij extra content voor de IGN Masterclass. Bij mij nog steeds Mark Uthermal Slappy. En waar gaan we het over hebben in dit extra videootje? We gaan het hebben over de nieuwe unit van Terran, de Liberator. De Liberator, wat is er nou zo bijzonder aan de Liberator? De Liberator is eigenlijk wat Terran altijd gemist had. Vooral een erg sterke anti-air unit. Dat hadden we eigenlijk niet in de vorige spellen. En dat is dus heel mooi dat we nu een beetje het arsenaal compleet kunnen maken. En ook nog een erg goede harassment unit met de anti-ground modus. Dus een goede air unit. Waar gebruik je de Liberator voornamelijk tegen in de lucht? Vooral als je tegen Zerg speelt, tegen Muta's, die klumpen altijd heel erg. En maken ze vaak heel veel van 20-30. En als je dan ook maar een paar Liberators hebt, doen die enorme schade tegen. Gewoon voor het feit dat ze zo geklumpt zijn en ze veel splash hebben. En tegen Protoss zijn ze heel goed als harassment. Protoss heeft niet echt een goede anti-liberator unit. Daar moeten ze gebruik maken van goede positioning. Want als je harassed met de liberator, wat doe je dan precies? Nou ja, je kan in een hoekje stoppen van de map, boven de basis. En een soort van circle neerzetten. En daar kan hij in schieten. En de liberator kan daar ongeveer 7 range van afstaan. Dus als ze geen unit hebben die langer dan 7 range schiet, moeten en ze... En ook nog de lucht in. Ja, moeten ze in de range van de liberator staan, die 85 damage per schot doet. Om het te kunnen killen. Wat dus eigenlijk heel erg moeilijk is. Of ze moeten air units maken. Wat niet echt werkt in Protoss builds. Of ze moeten heel erg goed, heel goede positioning hebben. Ja, dus je kan daar gewoon heel goed hun economie mee kapot maken. Ja. En ze kunnen er eigenlijk heel weinig tegen doen. Maar ja, is het dan heb je dan ook gewoon een auto-win tegen Protoss? Of hebben ze er toch iets tegen bedacht? Nou, het is nog steeds wel moeilijk om te gebruiken. Omdat ook al val je hun aan. Ze kunnen jou natuurlijk ook aanvallen. Je moet ook nog defenses bouwen. Dat soort dingen. Het is nog steeds een hele moeilijke unit te gebruiken. Je moet echt sterk multitasken. Je moet thuis dingen doen terwijl je de velden opzet. Misschien zelfs meerdere liberators. Dus het is een erg sterke unit, maar wel erg moeilijk om te gebruiken. Alright. Zijn er andere units die echt goed zijn tegen de liberator? Bijvoorbeeld bij Zerg of bij Terran? Nou, die Zerg heeft natuurlijk de Ravager. Dat is ook een nieuwe unit. En dat is heel erg anti-liberator. Die is goed tegen static units. En de liberator, als die wil harassen, moet hij dus een circle maken en kan die niet vrij wegbewegen. Dus de Ravager is echt een anti-liberator unit. En ja, voor de Protoss natuurlijk Air of Pylons met de Overcharge. Want gebouwen worden niet aangevallen door de Liberator. En buiten dat, ja, Air units. Maar die komen niet zo vaak voor. Dus, ja, dus we hebben het gehad over Air, over Harassment. Kan die nog meer? Kan de Liberator nog meer dan dat? Nee, eigenlijk niet. Je gebruikt hem niet echt in gevechten? Ja, ook wel. Maar ja, het is toch iets anders. Het is... een beetje een zoning unit, dus je kan die circle neerzetten. Dus dat betekent dat de tegenstander daar niet in kan lopen. Maar het komt zelden voor dat je echt ermee aanvalt. Gewoon omdat de tegenstander niet in die circles gaat staan of ze lopen eruit. Dat duurt natuurlijk een tijdje om op te zetten, ongeveer 3-4 seconden. Ja, het is dus een beetje een siege tank die in de lucht hangt. Eigenlijk wel, ja. Maar kwetsbaar is tegen Vikings en andere dingen wat je dan waarschijnlijk toch gaat bouwen in turn versus turn. Precies, ja. Alright, nou dat was het. Alles over de Liberator, waarom je hem wil hebben en wat je er tegen kan doen. In de notendop. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende IGN Masterclass.